Ja, we staan hier in Boksmeer en natuurlijk staan we bij de truckersrun. Ik geloof de 33e keer, maar we hebben hier mensen bij ons staan, die weten er alles van. Wij staan hier bij... Hans Klaassen. Bas van de Kruijzen. Hans, is het de 33e keer? Nee, de 32e. Of vorig jaar mocht het niet? Nee, vorig jaar hadden we wat meer coronabeperkingen, waardoor we het helaas af hebben moeten zeggen. Dit jaar zou het erop lijken dat dat ook zo was. We hebben in eerste instantie wou we een online truckrun doen. Dus met film van vroeger, interviews, een quizje. En op een gegeven moment hebben we gekeken van, goh, kunnen we dan niet toch iets bedenken waardoor we het wel mogelijk maken. En dat heeft geleid tot dat we het vandaag toch kunnen rijden. Zij het enigszins met wat voorgeschreven maatregelen. En een, helaas wat mindere opkomst van cliënten en chauffeurs. Op wat voor manier moeten jullie het nou dit jaar regelen? Want er zijn een hoop cliënten natuurlijk die erop tellen. Hebben jullie dat eigenlijk op een beetje een redelijke manier rond kunnen krijgen? Ja, nou, we nemen alle cliënten die begeleiding nodig hebben, die nemen we niet mee dit jaar. Want de begeleiding kan gewoon niet mee in de vrachtwagen in verband met de afstand in de cabine. Dus we hebben gezegd, alle cliënten die zelfstandig in de vrachtwagen kunnen zitten of mee kunnen, die kunnen zich aanmelden. Met een testbewijs, vaccinatiebewijs. Voor zowel chauffeur als cliënt. En dat maakt het toch dat wij deze dag kunnen organiseren. Het 33ste, 33 jaar, 32, 33 met coronajaar erbij. Ja. Hoe is ooit het initiatief ontstaan? Nou, dat is Fred Peters. Ik ben gauw even zijn naam kwijt. Pedro Smits, die zaten destijds op een bruiloft. En die hadden bedacht van, goh, hoe leuk zou het zijn om mensen met een beperking een keer in een vrachtwagen mee te laten rijden. Nou, toen hebben ze daar voor 1 jaar hebben ze daar georganiseerd. En na afloop zei iedereen van, goh, tot volgend jaar. Nou, en toen bleek het animo zo groot te zijn. Dat we tot op de dag van vandaag, op de derde zondag van september, onze truckrun kunnen rijden. Voorheen heette dat het gehandicapte convooi. Nou, wij hebben voor een paar jaar terug besloten dat dat niet meer past bij deze tijd. En hebben het omgedoopt tot truckrun Boksmeer. Was de route iets ingekort dit jaar? Ja, hij is 5 kilometer korter. En we komen dit jaar helaas niet door mil. Omdat Ernst Tunnis is ook niet. Maar dat was afgelopen keer ook al. Ja, in verband met de wegwerkzaamheden in Wanrooij en Sint-Hubert hebben we de route iets moeten aanpassen. Dus slaan we mil dit jaar helaas over. En trekken we meteen door vanuit Rijkenvoort naar Beers toe. Ja, Habsbeers. Heb ik nog één vraag. Waarom is het zo belangrijk juist om deze truckrun te houden? Omdat dat echt een toegevoegde waarde is voor mensen met een beperking. Die hebben het afgelopen 1,5 jaar ook heel veel moeten missen. En dit is echt een dag waarop ze weer even kunnen genieten en het enigszins normale leven kunnen ervaren. Ja, en het weer is wat je verdient. Hè? Het weer is prachtig. Ja. Dus ik zou zeggen... Ja. Als je ooit iets wil organiseren en je wil mooi weer, dan moet je dat op de derde zondag van september. Kijk, hele fijne middag. Dankjewel. Ja, en natuurlijk bij een truckrun horen verkeersregelaars. Ik sta hierbij. Jan Roosboom, Ron Meijers. Mark Ostermans. Is dit voor jullie echt even een vrije dag en dan dit doen? Of doen jullie dit ieder jaar? Wij doen dit ieder jaar, sowieso. Wij zijn onderdeel van de Stichting Verkeersregelaars Boksmeer. En daarmee ondersteunen we diverse evenementen binnen de nu nog gemeente Boksmeer. En straks gemeenteland van Kuik op de locaties waar ze verkeersregelaars nodig hebben. Onder andere zoals ieder jaar bij de truckrun. Bij de intocht van Sinterklaas en eigenlijk bij dat soort zaken. Maar wat is nou het leuke juist om verkeersregelaar bij een truckrun te zijn? Het enthousiasme van de chauffeurs, van de cliënten, het enthousiasme van de vrijwilligers. Het is gewoon een één groot feest. Eén groot feest, ik hoor het al zeggen. En dan staan jullie daar, mag ik het meteen ook vragen, jullie zwaaien toch terug, hè? Wij zwaaien wel terug, maar wij staan niet. Wij rijden mee met de motor. Oh, rijden jullie mee op de motor? Jan Kijk, niet, dat Jan, is iets Jan staat wel.
maar wij rijden mee met de motor, dus, maar we zwaaien zeker terug. In totaal, hoeveel verkeersregelaars op de motor zijn erbij? Dat is een hele goede vraag. Ik denk mannen, 30, 35 man op de motor. En dan hebben we het nog niet over de verkeersregelaars die gewoon op de locatie staan. En jullie op locatie, worden jullie van tevoren weggebracht of gaan jullie zelf? Eigen vervoer. Nou. Dus dat is geen enkel probleem. En dan nemen we inderdaad onze post in, dus onze locatie in. En dan krijgen we een seintje wanneer de eerste auto komt. En dan, dan moet het publiek maar even wachten. Doen ze dat ook? Ze zullen wel moeten. Want een discussie met 250 vrachtwagens die een konvooi rijden is erg lastig. Ja. Nou, ik zou zeggen jullie succes vandaag en een hele fijne dag. Dankjewel, jullie ook. Ja, en natuurlijk vrachtwagens en de mensen die mee mogen. Ik sta hierbij. Jij bent? Sjanneke. Ja. Geweldig, mooi weer. Is dit de eerste keer dat je meegaat? Nee, zo'n 20e keer of zo. Oh, kijk, dus je hebt ervaring ermee, ja. Hè? Ja. En wat vind je nou zo leuk eraan om met zo'n vrachtwagen mee te gaan? Leuk met chauffeurs praten en zo. En de andere mensen leren kennen en zo, ja. En heb je geen last van die klakson steeds? Of vind je dat juist leuk? Ik ben zelf ook mee toeteren. Oh, kijk, helemaal mooi. Ja. Ja. En ook wel lekkers in de vrachtwagen? Ja. Oké. Okay. We hebben hier een tas gekregen. Maar ik heb nog niet in de tas gekeken wat erin zit. Dan kijk ik straks wel. Oh, nou. Hey, een hele fijne dag. En geniet ervan. Ja. En wie weet zien we jou volgend jaar ook weer hier. Jazeker. Hey, Sjanneke, geniet ze, hè? Ja, jij die ook. Kijk, en nou gaan we met het geluid omhoog, want u bent... Peter, hè? En ga je voor de eerste keer mee vandaag? Ja. Ja, en hoe laat was je al hier? Heel vroeg? Ja. Ja, en wat vind je nou zo spannend? De klakson dadelijk. Ja. Ja. Hey, ik zou zeggen, geniet ervan. Ja, dank je. En hele fijne dag. Ja. Het is mooi weer, hè? Ja. Succes, jongen. Dank je. Ja, en we staan hier bij Hans. Hans, jij gaat mee met de vrachtauto, hè? Ja, en Ben ook, hè? Jullie gaan allemaal. En wat is er leuk aan? Het zwaaien, het... Ja, aan de klakson doen natuurlijk. Hans, heb je ook wel lekkers bij je voor onderweg? Ja. Hé, hey, Hans, geniet ervan, hè? Fijne dag. Ja, en Hans hebben we zojuist gesproken. Die gaat met de auto mee, met de vrachtwagen. Ja. En u bent de chauffeur, hè? Ja, dat klopt. U bent? Harm Vloed. Harm, de eerste keer dat je mee rijdt? Nee, dat is de derde keer nou dat ik mee rijd. Dus, en wat is er nou zo leuk aan? Ja, dat je die lui een mooie dag kan bezorgen. En zelf ook genieten met collega's onderling. En, dat is gewoon genieten. Nou, dat vooral ik zie het klaksoneren vinden ze zo leuk, ja, hè? Ja. Maar een andere route vandaag? Ja, een kortere route. Sint-Hubert is afgesloten en daar kunnen ze niet doorheen, dus dan moet een stukje binnen door, zeg maar. Ja, en we horen Hans op de achtergrond. Nou, die drukker als dat hij net was. Ja, die had er zin in. Heb je nou, het is voor jou niet de eerste keer, nee. Heb je dan de vaste cliënt bij je of nee, is dat anders? Nee, dat kunnen per geval apart aangeven, zeg maar. En ik heb gewoon een nummer toegewezen gekregen en Hans ook. En toevallig kwam er overin. Nou, ik zou zeggen, dus, gezellige dag met z'n tweeën. Komt helemaal goed, dankjewel. Ja, en wij staan hierbij? Michte. Ga jij voor de eerste keer mee? Ja. En vind je het spannend? Ja. Wat vind je nou zo leuk eraan om mee te mogen? Dat de stoelen een beetje kunnen bewegen. Aha, kijk. En wat nog meer? Dat je hard kan toeteren. Oh, kijk. Ja, toeteren. En als papa en mama gaan die kijken? Mama, gaan die langs de weg staan? Volgens mij wel. Oh, kijk. En dan doe je extra toeteren? Ja. En hoe vind jij het dat je zusje met de vrachtauto meegaat? Leuk voor mijn zusje, maar ik ben te klein ervoor. Oh, ben jij nog te klein ervoor? Ja. Mag jij een ander keertje mee? Ja. En hoe vindt mama het? Ja, geweldig. Ze had al een paar jaar de wens om mee te kunnen. En dit jaar is het gewoon gelukt dat ze mee mag. Nou, hartstikke mooi, hè? Hey, geniet ervan, hè? Hele fijne dag.
Maar in mijn 6 jaar. Ja. En dan ben ik nog meer 6 jaar erbij. Nou, jij moet gewoon hard groeien. Ja, en weer ik mee. Ben 25 jaar, dus bijna ben ik jaren. Nou, hartstikke fijn. Hé, de groetjes, hè? Ja, en jij mag ook mee, hè? Wie ben jij? Ik ben Revelino. En wat vind je nou zo leuk om vandaag mee te mogen? Ja, je kan gewoon lekker tuteren en ja. Is het de eerste keer dat je meegaat? Ja, het is mijn eerste keer dat ik meega, maar ik vind het gewoon zo leuk. Nou, kijk. En het zwaaien, komen er ook mensen kijken naar jou? Ja, er komen wel wat mensen kijken, alleen niet zo heel veel. Nee, maar dat hoef ik niet, hè, want nee. Jij moet zelf kijken, hè. Mm-hmm. En ook wat lekkers bij je voor onderweg? Hebben ja, de meeste, ik heb hè? Snoepjes mee, ik heb broodjes mee, banaantjes. Oh, dan kom je niks tekort, hè. Hé, hey, nee. Als ik jou zie, dan zwaaien wij ook. En ja. Een hele fijne dag, hè. Zelfde. Goedemiddag allemaal. Burgemeester, welkom. Kai, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Kai net al gezegd van de kop, het is het laatste jaar dat u als burgemeester hier bent. Wij willen u in ieder geval heel hartelijk danken voor uw betrokkenheid en uw aanwezigheid hier de afgelopen jaren. We hebben het al zeer op prijs gesteld. Ik denk dat u ook nog één keer Kai wilt horen zingen. Ja. Ja. Ken het liedje nog, Kai? Ja, ik ken het nog. Adat, kameraden, adat, vijand ding, geen woorden, bergeraden, leven, vijand ding. Ja, prachtig, hè? Ja, applaus. Heel goed gedaan, Kai. Je bent heel verleerd. Gaan we ook nog een klein aandenken voor. Oh, leuk. Ja, als u hier oh, wat mooi. Dank u wel. Prachtig. Dank u wel. Voor uw aanwezigheid. Ik ga de vrachtwagen starten. Als de burgemeester heeft gesproken. En dan hoop ik dat jullie er nog even een knallende finale van maken. Ja, hè? Kijk, gaan we doen, hè? Ja. Goed zo. Dank u wel. Dames en heren. Welkom allemaal hier, prachtig in een gelukkig zonovergoten zondag. En wat fijn dat we weer dit jaar de truckrun mogen gaan houden. Want vorig jaar hebben we dat zo enorm gemist, Kai. En ik heb jou gemist, want het is nu weer 2 jaar geleden dat we hier voor het laatst stonden. En dat we hier alle vrachtwagens langs hebben zien komen. En nu gaan we dat gelukkig weer doen. En ik ben blij dat ik dat nog net mag doen voordat ik met pensioen ga. Het is voor mij een hele eer om jullie nu weer de startlijn te geven samen met Kai. Ik hoop dat alle auto's met heel veel plezier een prachtige tocht hebben gaan maken door het Land van Kuik. Vanaf 1 januari de gemeente Land van Kuik. Dat jullie veel plezier onderweg hebben en dat iedereen geniet van deze mooie dag en deze tocht. Dus ik wens jullie een hele mooie tocht allemaal en kom veilig allemaal weer terug hier in Boksmeer. Kai, bedankt jongen weer voor jouw inzet. Al die, je bent er niet ouder op geworden, moet ik zeggen, in de tijd. Je bent er altijd een knappe jonge vent. Ja hoor. Ja hoor, hè. En Feyenoord is ook altijd bij. Leuk. Nou, dan gaan we nu starten. Ik heb nog iemand die daarin moet stappen. Oh, er moet nog iemand in staan. En jij gaat met Geert mee hier, hè? Ja, die. En dan moet er even iemand geroepen worden. En dan gaan wij toeteren. Hè? Dat gaan wij. Vroeger deden we dat met een vuurpijl, maar nu gaan wij met zo'n toeter, een oranje toeter, gaan wij allebei een hoop herrie maken. Maar dat vinden we leuk, hè? Ik vind het echt superleuk, jawel. Goed zo, dan gaan wij dat doen. Even kijken tot ik een startsignaal krijg dat iedereen in de wagen zit. Want dat is wel belangrijk, anders kunnen ze niet verder. Want in de eerste auto, daar moet nog een chauffeur in. Zie je, als de eerste auto die rijdt. Dat kan de rest doen. Nee. Dus we wachten nog heel even af. En dan gaan we daar tot gaan we terugtellen van 10, 9, 8, 7, zullen we dat doen. Ja hoor. Goed zo. Zeker. Zeker. Nou, even kijken wanneer we dat mogen doen. Het is bijna. Ik hoorde vanmorgen, toen ik opstond, de oude Kai. Want ik hoorde niet zo ver vandaan.
Je hoorde al die vrachtauto's afkomen, net zoals je nu hoort. En ook herrie maken. Zo van, we zijn er weer, we mogen weer. En we gaan er een fijne dag van maken. Dat geloof ik wel. Ja, dat hebben we ook wel. Dat vind ik zo leuk. Ja, je vindt het leuk, hè? Ja, ja hoor. En wat kom je onderweg allemaal tegen? Onderweg tegen. Allemaal mensen. Andere mensen bij mijn papa thuis. Ja, bij mijn papa thuis. En dan ga je zwaaien, hè? Ja, mooi. Ja, dat is gezellig. Ik denk dat ze op je aan het wachten zijn dan. Eens even kijken wat er gebeurt. Ik zie daar al iemand instappen. Het gaat allemaal niet zo makkelijk in zo'n grote wagen stappen, hè? Moet je allemaal heel voorzichtig doen. Dan moet je echt in klimmen, hè? Zie je. Kijk, ja, daar zit je erin. Ja. En dan werd het. Jo, Kai bedankt, hè? Kai, ja. Hij zegt Kai bedankt. Ja, mooi, hè? Ja, dan pak dat ding maar, je weet hoe het moet nog, hè? Of niet? Ja. Nou, dan gaan we zo beginnen. Nog niet? Als het, eerst stel ik terug van 10, hè? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kaplaar!
Thank you.